ik al zei in het begin, als u hier nieuw bent bij Tech Talk Late Night, we zijn dus niet van een omroep of zoiets. We krijgen ook geen cultuursubsidie. We zijn eigenlijk een beetje zoals een congres. We hebben steeds een andere partner met wie we het programma organiseren, die dan thema bepaalt. En wij kunnen dat dan allemaal een beetje op onze eigen manier invullen. En de mensen van vanavond zijn de mensen van Kennisnet. En die hebben ervoor gezorgd dat dit toch allemaal mogelijk is vandaag. Dus mag ik daarom een hartelijk applaus voor Madelief Keijzer en Michael van der Wetering. Spannend. Hallo. Hey Michael. Hey Chris. Hallo. Goed. Heb je een beetje een leuke avond gehad? Ja, ik wel. Ja, ja. Oké. Okay. Want ik vond het wel grappig dat toen ik bij jullie kwam, want ik heb jullie natuurlijk ook wel eens op congressen gezien, ja, jullie zijn altijd zo enthousiast over ICT, dat is allemaal zo mooi, zo prachtig. En toen zei je, nou, je mag best wel een beetje kritisch naar ons zijn, want we beginnen ook wel een beetje tot inzicht te komen van, het moet wel werken. Dus zijn we vandaag een beetje kritisch genoeg geweest? Of denk je van nou... Ik vond het een hele leuke discussie, waarbij je wat loskomt van standpunt van, nou ja, je hebt er niks aan, of het is absoluut belangrijk voor de toekomst van het onderwijs. En je wat meer hebt van, waarom zou dat dan zo zijn? En wat heb je eraan? En hoe zou het dan werken in het onderwijs, in de praktijk? Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat gesprek meer gaat over de achterliggende redenen. Ja, oké. Okay. En dat is wel een beetje naar voren gekomen. Ja, dat vind ik wel. Ja. Okay. Maar ja, dat moet je eigenlijk aan de zaal vragen. Niet ja, inderdaad. De smileys die zijn ook voor ons van toepassing natuurlijk. Die krijg je straks ook nog. Goed. Hey, Madelief, dank je dat je me zo geholpen hebt. Want normaal voor zo'n programma als dit moet ik me echt helemaal de blubber bellen om goede gasten te hebben. En Madelief heeft voorgesteld, oh, dan moet je die hebben. Oh, dat is ook een leuk onderwerp, dan kun je die nog vragen. Zo. Die hebben het me echt ontzettend makkelijk gemaakt. Dus dank je wel. Alsjeblieft. Dus, graag gedaan. Ja. Maar goed, hoe leeft dat bij jou? Een beetje die fase van nou, we waren ooit heel IT-happy en we beginnen wat kritischer te worden. Hoe heb jij dat ervaren? Altijd al kritisch geweest. Ja. Op ICT, ik van huis uit psycholoog, dus veel meer geïnteresseerd in alle sociale componenten. En het interessante, denk ik, van de tijd van nu, is dat we juist ook die aspecten beter kunnen gaan meten. En dat het niet alleen maar gaat over harde prestaties, maar ook... Wat gebeurt er in je lichaam en hoe kan je dat meten? Daarom vond ik ook Quantified Self natuurlijk heel interessant. En de vraag is wel, wat kan je daar dan nog verder mee in het onderwijs? Dus daar ben ik nog heel erg benieuwd naar. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Ja. Daar moeten we mooie blogs over schrijven, want dat zie ik als veelbelovend. Ja. Ja, want het prestatiegericht, het afmeten op uitkomst en al dat soort dingen is natuurlijk ook een beetje een cultuur van dit moment. Zien jullie dat zich verder ontwikkelen? Dat datagedreven onderwijs gewoon steeds verder, steeds meer alomtegenwoordig wordt? Of krijgen we straks een soort backlash en zo van jongens, al dat meten, laat het nou maar. Ja. Nou, het vervelende met Quantified Self en Big Data in het onderwijs en Learning Letters is dat de timing een beetje beroerd is. Hè? Want het invoeren van centrale toetsen en veel meer nadruk op het meten van prestaties, dat wordt dan meteen vereenzelvigd met het gebruiken van informatie om een beter beeld te krijgen van de voortgang in het onderwijs. Ja. Dus ik ben heel blij met dit soort gesprekken en vond het daarom ook heel belangrijk om dit gesprek te hebben. Ja, hoe kun je in het onderwijs informatie gebruiken om rationelere beslissingen te nemen en je intuïtie aan te vullen met data? Want wat de datateams eerder zeiden, is dat onderzoek ook laat zien dat die intuïtie vaak niet overeenkomt met de daadwerkelijke oorzaak. En dat het dus de moeite waard is om die informatie te gebruiken. Ja, dat vind ik ook leuk. Soms denken ze dat ze een probleem hebben en ook nog de oorzaak. En dan blijken ze een heel ander probleem, of helemaal geen probleem hebben. Het lijken wel mensen, die leraren. Het zijn net mensen, ja. Goed. Hey, Madelief, jij bent net even nog naar je naast gelopen om wat van de reacties binnen te... Oh, dat zijn er behoorlijk wat. Ja, ik heb ook heel hard moeten werken net even om dit allemaal te verwerken. Dit wordt allemaal nog wetenschappelijk geanalyseerd door de datateams. En verschijnt nog op de website techtalk.nl en misschien ook jullie site. Maar even een overzichtje. Nou ja, wat interessant is van deze tijd is dat doordat er zoveel data beschikbaar is, er ook ontzettend veel start-ups ontstaan die wat met die data doen. En dat hebben we hier in de zaal hiernaast gezien. Jullie zijn daar massaal geweest. Echt ongelooflijk. Er was ontzettend veel interesse. Over het algemeen positieve reacties. Heel erg verdeeld over de bedrijven. Dus we hebben helemaal niet een duidelijke winnaar, helaas. Oh. Of juist heel erg goed. Dus die start-ups zijn ontzettend goed bezig.
Wat opviel, zal ik dat allemaal vertellen? Wat opviel was dat er zijn eigenlijk drie dingen die jullie van belang vinden, hebben wij gezien. En dat is dat als er leerlingen worden betrokken bij de applicatie, dan wordt dat heel erg gewaardeerd. Dus dat is wel een tip voor de mensen die hier nog van plan zijn om nieuwe apps te bedenken. Dat is echt iets waar als je een leerling een duidelijke rol heeft, dan wordt dat heel erg gewaardeerd. Je hebt ook een aantal totaaloplossingen, zoals jij eerder vertelde. Nou, dat wordt ook echt heel erg gewaardeerd. Ik heb hier een aantal alles in één. Joehoe! Digitale schooltas, gamification, dat zou iedere school moeten hebben. En nou, zo okay. Zijn er echt hele enthousiaste reacties. Ja, want je zag een beetje verschil tussen, zullen we zeggen, losse applicaties. Hè? Dit is voor het rooster, dat is voor rekenen. Ja. En de totale leeromgeving. Ja. Was daar nog een verschil in? Dat mensen, want deze wil zo'n totale leeromgeving. Maar... Ja, dat wordt heel erg gewaardeerd. Okay, dus en dan in combinatie met dat het er mooi en gelikt moet uitzien. Dat wordt echt ook erg gewaardeerd. Je kunt de kans horen. Ja, precies. Dus nou, geen duidelijke winnaar, maar wel echt heel veel bezoek. Ik ben ook nog even natuurlijk gaan vragen naar de mensen die daar zelf de hele avond hebben gestaan. Adem en tijd tekort. Oh, een super diverse doelgroep. En zij zeggen ook, we hebben moeders gezien, ontwikkelaars. En we hebben dus van al die diverse mensen heel veel feedback gekregen om onze producten ook weer verder te ontwikkelen. Dus zij zijn ook ontzettend geholpen met jullie feedback. En gaan volgens mij keihard verder met allemaal mooie applicaties ontwikkelen. Dus echt heel waardevol. Okay, nou, ik ben benieuwd. Misschien zit er nog de nieuwe Bill Gates of Steve Jobs bij. Dat wil ik nog graag zeggen, want toen ik binnenkwam, stonden daar al vier de jongste mensen, denk ik, die hier vanavond aanwezig zijn. En ik weet niet helemaal of ze nou hun businessplan kwamen checken, of kwamen solliciteren, of kritiek kwamen leveren. Ik weet het niet, maar ze zitten er nog steeds. Oh, dat zijn de kinderen van de Leonardo-klas. Die hoeven niet gemeten te worden, die zijn gewoon goed. Nou, en volgens mij ook heel kritisch. Ongelooflijke whiskits. Ja. En ongetwijfeld, als we dit over 4 jaar, 3 jaar, misschien nog korter organiseren, zitten jullie daar waarschijnlijk met jullie bedrijfjes, denk ik zo. Oké. Nou, ik ben benieuwd. De toekomst van het onderwijs, in ieder geval data, data, data en steeds meer data. Laten we er wat leuks mee doen en dat het onderwijs daarmee beter wordt. En dan zijn jullie er in ieder geval bij, van Kennisnet. Nou, in ieder geval hartelijk dank. Michael van der Wetering, Madelief de Keijzer. Dankjewel. Dankjewel.